Steve McCone, de zwarte meteoor, cultheld van Heracles Almelo, overleed op 20 maart van dit jaar. Naar de eerste donkere voetballer in Nederland werd bij Heracles een tribune vernoemd. Maar bij het verstrijken van de jaren kwam ook de duistere kant van de ogenschijnlijk sympathieke Zuid-Afrikaan naar boven. Geweldsdelicten in huiselijke kring en een veroordeling voor 12 jaar cel in Amerika vanwege zuuraanvallen op zijn vrouw en haar advocaten. Maarten Koolsloot voegt in het True Crime magazine Koud Bloed nieuwe details toe aan het gewelddadige verleden van McCone. Zijn dochter Tandy deed eerst een boekje open in de New York Times en dat was de reden voor de journalist om contact met haar te zoeken. Zij durft nu te spreken omdat haar vader er niet meer is. Zij schetst eigenlijk een verhaal van iemand waar ze heel bang voor was. Iemand waar zij zelf door mishandeld werd, maar waar ook haar broer doorgeslagen werd, haar neef, haar moeder. Dus zij leefde met iemand die gewelddadig was, waar zij angst voor had. En zij zegt, hij mag zwak geweest zijn, mijn vader, op een gegeven moment fysiek. Maar mentaal had hij ze op een rijtje en was hij ook bereid om geweld te gebruiken. En die dreiging was voor mij altijd aanwezig. En ik heb eigenlijk tegen die achtergrond, tegen die dreiging, nooit durven spreken. Tot hij er niet meer was. Het verhaal van McCone's dochter biedt nieuwe inzichten. Van een man die niet incidenteel, maar structureel gewelddadig was. De zuuraanvallen kenden we. We kenden ook wel uit de boeken die over hem geschreven zijn enkele fragmenten waarin hij gewelddadig was. Bijvoorbeeld een keer zijn vrouw sloeg of inbrak bij een nieuwe vriendin. Maar dat worden eigenlijk een beetje als details, werd het tot nu toe gezien. En nu zien we eigenlijk een plaatje met de getuigenis van dochter Tandy erbij. Een plaatje wat toch wat gewelddadiger en donkerder is dan we tot nu toe zagen. Koolsloot hoopt in de toekomst nog meer te kunnen publiceren en is op zoek naar mensen die McCone hebben gekend en meegemaakt en over hem willen vertellen. Ik denk dat iemand als McCone, een gecompliceerde man die in zijn leven in meerdere jaren misstappen heeft begaan. Die misstappen zijn er waarschijnlijk, dat gebeurt dan misschien eerder ook. Dus ik zou geïnteresseerd zijn om met iedereen te spreken die hem kent. Of je nou een geweldige avond met hem hebt gehad of een mindere avond of wat voor ervaring dan ook. Maar ik denk om een eerlijk en compleet beeld te schetsen is iedereen wat mij betreft welkom om zijn verhaal te delen. De man die op de Engelse velden furoren heeft gemaakt met nummer 8. Tom Egbers, de Almeloze presentator van Studio Sport, schreef 2 boeken over McCone. De Zwarte Meteoor, dat later ook werd verfilmd, en 12 gestolen jaren. Waarin hij met name de oneerlijke rechtsgang voor de veroordeling van McCone aan de kaak stelt. Koolsloot erkent dat het proces inderdaad geen schoonheidsprijs verdient. En het Amerikaanse rechtssysteem wil de aanklager winnen. Die wil zijn zaken winnen. Zo, de mentaliteit van het land komt daarin terug. En dat zie je sterk, dat die aanklager per se deze zaak wil winnen. In mijn ogen betekent een rare rechtsgang niet per se dat de verdachte onschuldig is. Er is bijvoorbeeld helemaal geen duidelijke andere dader in beeld of een ander motief. McCone had wel degelijk een goed motief om deze aanvallen te plegen. Dus het ontbreken van een duidelijk andere dader en een duidelijk ander motief maakt in mijn ogen dat het heel onwaarschijnlijk is dat McCone onschuldig is. Het kan heel goed dat hij dit werkelijk gewoon heeft gedaan, ondanks de vreemde rechtszaak. Dochter Tandy komt naar buiten met een speciaal doel. Ze heeft een organisatie opgericht met de naam whyspeaknow.org om andere slachtoffers te kunnen helpen. Nou, Tandy McCone woont in Amerika. In Amerika heb je de laatste jaren diverse zaken gehad waarbij Amerikaanse profsporters, vaak American voetbalspelers, hun vrouw mishandelen. Zij herkent zich erg in dat beeld, in de jeugd die zij heeft meegemaakt. Ook dat soort misbruik of geweld. En zij wil eigenlijk andere mensen waarschuwen en zeggen, je kunt je uitspreken. Er zijn manieren om hier iets aan te doen. Bijvoorbeeld om te vertrekken bij een man als die gewelddadig is, in het geval van huiselijk geweld. Ik wil mij daarvoor inzetten. Ik wil proberen om daar wat aan te doen in het leven van die mensen die nu last hebben van huiselijk geweld. En bijvoorbeeld atleten die zich misdragen. Om hun leven aangenamer te maken. Wat nu te doen met de vereering van Steve McCone? Bijvoorbeeld bij Heracles Almelo, waar een tribune naar hem vernoemd werd. Koolsloot weet het wel. Als ik supporter was van Heracles, zou ik iets minder lekker zitten op de Steve McCone tribune dan dat ik het had gedaan voordat ik deze donkere kant van McCone leerde kennen. De club heeft een voorbeeldfunctie. Natuurlijk moet een goede speler herinnerd worden. Ik zou het ook prima begrijpen als er altijd foto's van McCone in het stadion hangen of dat hij in jubileumboeken staat of iets dergelijks. Maar zo'n grote eer, zo'n tribune, daar zou ik als club nog eens even goed over nadenken. En ook eens rustig alle feiten en details tot me nemen die er nu liggen en dan een beslissing nemen.